We zitten hier voor de Beauty Kliniek en hier hebben wij vandaag een afspraak met Melle van Rooyen. Ja, Melle van Rooyen die is niet vies van een spuitje her en der. En we mogen mee vandaag met hem op een behandeling. Jij kan misschien ook gelijk wat laten doen. Girl. Oh, viel bijna een trap af. Ja, want waarom zitten we hier vandaag? Jullie zijn vandaag met mij mee, want ik ga vandaag weer voor de botox. De touch-ups weer, zo noem ik het altijd. En wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Wat ga je allemaal laten botoxen? Wat ik nu ga botoxen, wat op de planning staat, is mijn voorhoofd. Want ik kan weer boos kijken en dat hou ik niet zo van. Oh. En de bunny lines bij mijn neus. En mijn wenkbrauw wat liften. Dus gewoon weer even wat strakker en het is gewoon een maandelijkse touch-up. En dat, Echt? Je doet dit maandelijks zo? Ja, om de zoveel tijd. Dus om de 2 maanden, 3 maanden, zoiets. En je zegt net, normaal kan ik niet boos kijken. Nee. Want wat heb je allemaal laten doen? Ik heb heel veel laten doen. In Nederland sta ik best wel bekend als de Ken van Nederland. Omdat het zo'n beetje erin is gerold in de media. Ja. Omdat ik niet stil heb gezeten als het gaat om de plastisch chirurg. Recent heb ik mijn neus voor de 3e keer laten doen. Want hij was de eerste keer niet gelukt? Nee, ja, het was wel goed, maar het is bij mij is gewoon, voor mij is het net zoals boodschappen doen. Als ik denk, het kan nog iets mooier, dan doe ik dat. Echt? Oh my god. Dus ik heb mijn lichaam leeg laten zuigen, lipo's een paar keer. Een deel mijn billen laten zetten. Oh my god. Ik heb gezicht lipo gedaan, bottle fat removal, 3 keer mijn neus, onderkin lipo. Ik heb een genio-comastie, dus dat zijn teachers. Ja. En zijn dat dan een soort net zoals bij vrouwen dat ze implantaten erin zetten? Nee, ik had het weggehaald. Ik had zeg maar een tiet en die hebben ze weggehaald. Want ik had 1 op de 3 man of zo maakt genio-comastie aan. Dat is wat je in je borst aan. Dus dat is ook wel als ze anabolen hebben gebruikt. Dan kijk. Oh, dus je hebt het juist platter eigenlijk gemaakt. Ja. Oké. Dat ik echt dacht, nee, dit wil ik totaal niet. En daar schaamde ik me altijd voor. Ja. Weg laten halen. Ik heb mijn tanden laten doen, mijn lippen. Tanden is dan wat ik bij Donnie Roelvink ook heb gezien, dat eronder alleen nog van die drakentanden zitten. Ja, dus van die kleine vampiertanden. Maar ik vind het wel heftig hoor, want wij zijn geloof ik even oud. Ik ben 22. Ja. Ik snap misschien dat je iets laat doen, maar al die dingen, ben je daar dan over al die dingen onzeker? Nee, het was eigenlijk zo, ik ben onzeker vind ik een groot woord. Het was meer, ik wou mijn, ik zat vroeger op een opleiding media vormgeving en als we dan een cover moesten editen van een bekend iemand, pakte ik mezelf. En dan was ik mezelf helemaal aan het photoshoppen en alles en dacht ik, zo wil ik eruit zien. Ja. En dan kon ik stil blijven zitten en uiteindelijk denken van, ik doe dat ooit over een paar jaar wel. Of ik dacht, ik ben 18 en toen ik 18 was, stond ik gelijk voor de kliniek. Toen dacht ik, dit wil ik en dit ga ik doen. En iedereen kon tegen me zeggen, doe het niet zonde. Maar elke keer als ik wat doe, dan zeggen ze wel van, het is wel goed gelukt, het ziet er wel goed uit. En ben je dan nu, zeg maar, bij dat punt, hoe je eruit wou zien? Of? Ik heb wel dat ik denk van, nu is het goed, maar ik sluit nooit uit dat ik niet meer iets zou doen. Op het moment dat ik nu zou beloven van, nu is het goed, nu doe ik niks meer. Kijk, ik zeg altijd zo, als ik 35 ben, 35, 40, doe ik mijn eerste facelift. Want wat ik lelijk vind, is als vrouwen of mannen van 50, 60, die groeven in hun gezicht hebben en die het dan strak laten trekken. Dan krijg je zo'n plastic gezicht. Dus ik ben wel bezig met, het is allemaal een beetje, ook de botox nu is gewoon preventief. Ik wil die rimpels voorkomen. Ik wil de uitzien hoe ik eruit wil zien. En ja, met een beetje hulp van de plastisch chirurg. Ik ben dan wel benieuwd. Zeg maar, als je naar ons kijkt, wat zou je dan zeggen van, als ik hem of haar die vraag krijg ik heel vaak. Toevallig gisteren nog, iemand op het terras herkende mij en die zei, ja, maar wat als je mij nu ziet? Wat zou jij mij veranderen? Ik zeg altijd, iedereen is mooi op zijn of haar manier. Of ze nou met een prikje botox is of zonder. En jij moet uiteindelijk begin en eind van de dag in de spiegel kijken en denken, ik ben tevreden. Maar als je heel eerlijk bent, kijk, ik heb bijvoorbeeld van die vampierentanden. Daar zou jij dus zelf nooit mee kunnen leven. Nee, ik niet, maar ik ben niet jou. Kijk, wij hebben niet dezelfde denkwijze. Als jij in de spiegel kijkt, denk je misschien, ik vind het geweldig, die vampierentandjes. Ja, weet je, ik vind het mooi als ik een rechte kroon in mijn mond heb, die spierwit zijn. Ja, heel veel zeggen ook tegen mij, ik vind dat niet mooi. En dat is prima. Maar ja, doe wat je zelf wil. En je zegt van, op je 18e ben je begonnen, maar er hangt volgens mij best een prijskaartje aan alles. Hoe onderhoud jij deze hobby? Ik werk zelf in de plastische chirurgie, dus ik werk in Istanbul. Ik begeleid daar tripjes, dus elke maand zit ik daar, heb ik ook een huis. En begeleid ik voor IMED, dat is de plastische chirurgische kliniek waar ik voor werk. Begeleid ik Nederlandse patiënten. Dus het is heel vaak wel gewoon, het rolt er allemaal in. Ik werk keihard ervoor. En natuurlijk als je er werkt, gaan ze niet de volle pond vragen. Dus eerlijk is eerlijk, heel transparant over zijn. Ook ik krijg echt wel mijn kortingen. Maar toen ik er nog niet werkte, bekostigde ik alles zelf.
Je zei, de een koopt een nieuwe auto om de zoveel tijd. Ja, en ik koop een nieuw gezicht. Ja, je doet er best wel makkelijk over. Je zegt ook van, nou, voor mij is het net als boodschappen halen. Ja. Maar denk je dan wel nog bewust na over de risico's? Want er zijn natuurlijk wel risico's. Elk moment als ik onder narcose ga, denk ik wel van, oh mijn god, wat ben ik aan het doen? En ook ik ben zenuwachtig op zo'n moment. Ik zou liegen als ik nu zeg dat ik mijn vorige operatie niet met knikkende knietjes de operatiekamer in ging. Tuurlijk, dat is standaard, gezonde spanning. Maar ik heb wel zoiets van, ja, voor mij is het gewoon wel een stuk makkelijker. Als mijn arts zegt, ja, volgende week heb ik een plekje en ik kan het voor je doen, ben ik degene die daar ligt. Nu klinkt het eigenlijk allemaal heel positief, maar heb je dan zelf nooit negatieve ervaringen gehad of complicaties? Nee, of... nee. Ik heb natuurlijk wel, ook omdat ik in de branche werk, heb ik perfecte aftercare om me heen. Want aftercare is heel belangrijk, hygiëne op jezelf is ook heel belangrijk als je wondjes hebt, lipo-wondjes, massages na die operaties zijn heel belangrijk. En als je daar niet aan houdt, ja, dan verpest je je eigen resultaat. Dus ik ben daar wel van op de hoogte van, dit moet ik doen, want ik adviseer het al mijn patiënten ook. Het zou dom zijn als ik met al mijn patiënten zeg, na de lipo's moet je massages nemen en ik doe het zelf niet. Je komt er best wel open over uit wat je het allemaal laat doen en zo. Ja. En dat zie je ook op social media. Ja. Denk je dan wel eens na over misschien de invloed die je hebt op jonge mensen die ook op social media zitten? Ja, ik krijg ook heel veel, soms wel boze berichtjes van moeders. Ja. Dat ze dan zeggen, mijn kind ziet dit ook. Maar ik denk ook, jouw kind ziet ook Ex on the Beach op de zondagavond. Waar ze openbaar joekelen met iedereen. En ja, als je alleen maar over voorbeeldfuncties gaat hebben, dan is de wereld waar we nu in leven, ik bedoel, Kylie Jenner en Kim Kardashian, ja, is een beetje lastig. Jij moet weten wat jouw kind volgt. Als jij je druk maakt omdat je kind mij volgt, of wie dan ook, die in bekend Nederland een beetje wat aan zichzelf hebt laten doen, je kan er beter open over praten dan dingen, ja, dat je er boos om wordt of dat je dingen gaat verbieden, want dan gebeurt het stiekem. Hoe denk je ouders dan overal over? Mijn moeder is er heel erg transparant in. Zij weet wat ik altijd wou. En zij vindt het heel tof dat ik met haar daarover communiceer. Ik zeg, mijn moeder is mijn beste vriendin en ik overleg alles met haar. Als ik zeg, ik wil mijn billen vergroten, ga ik met haar zitten, ik wil dit en dit en dit. En dan zou ze me alleen advies kunnen geven daarin. Op een moment dat het niet veilig zou gebeuren, dan zouden ze zeggen, kappen ermee, we gaan niet. Want het is natuurlijk ook wel een soort van jouw selling point geworden, ook voor een deel. Ik bedoel, ja, je verdient er geld mee. Ik ben er bekend mee geworden, maar dat was niet mijn doel. Het was niet dat ik dacht van, ik wil bekend worden, want ik laat gewoon alles aan mezelf doen. Nee, ik dacht, ik doe dit, ik deel dit. Om de verhalen inderdaad, wat er heel vaak speelt over operaties in het buitenland, dat te kunnen aanlichten van, klopt dat allemaal wel wat je hoort in de media? Want wij hebben ook een keer excuses gehad van een Telegraaf die een item plaatste over Turkije. Dat ze zeiden, oh, het is inderdaad anders, want wij konden alles aanleveren hier. Ja. Het gaat gewoon veilig. We worden door inspecties, gewoon Europese inspecties komen bij ons. Alles wordt gecheckt. Alles is veilig. Ja, ik snap echt wel, zeg maar, dat er klinieken zijn die het goed doen. Die zullen er zijn. Maar wij worden maar over één kant gesproken. Je kan niet ontkennen dat de risico's in Turkije veel groter zijn. En dat het daar ook veel vaker misgaat. Dat is gewoon bekend. Ik denk dat je het dan eerder naar de Dominicaanse Republiek moet gaan opzoeken. Bij zo'n dokter Cabral. Dat is gevaarlijk. Want ja. Die spuit ook het vet in de spier. Dat doen wij niet. Ben jij een arts of nee, heb jij hiervoor gestudeerd? Waarmee wij werken, wij overleggen met hun, wat is jullie werkwijze? Op het moment dat zij zeggen van we spuiten in de spier, zijn ook in Turkije. Wat je zegt, zijn artsen die gewoon, dat is een Russian roulette. Als zij zeggen nee, het gebeurt hier allemaal veilig. Ja. Jij bent dan toch niet bekwaam genoeg om te zeggen dat klopt niet. Want nee, wat je hier gebruikt, dat is niet veilig. Want je hebt het bijvoorbeeld over botox, fillers. En dat is iets heel anders dan plaschirurgie. Dit is cosmetisch, dus dit is gewoon prikjes voor mij niks. Kijk, mesgaan is natuurlijk wat heftiger, want dan geef je echt je lichaam aan iemand wie je moet toevertrouwen. Ja. Maar er valt natuurlijk altijd te discussiëren, want het gaat wel echt vaak fout. Maar, en jij betrekt het dan puur op waar jij voor werkt. Maar bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Bij degene die zoiets wil laten doen? Nee, ik denk op een moment als er iemand, stel er komt iemand op je tafel te overlijden, is bij ons gelukkig nog nooit gebeurd, dan zou je als bedrijf zijn er toch echt alles aan moeten doen om dat te kunnen oplossen. Met familie communiceren, met alles communiceren. Zorg ervoor dat zo iemand naar Nederland komt. Tuurlijk, er zit een heel traject aan. Alleen de keus ligt altijd bij jezelf. Ga ik het in Nederland doen of in Turkije? Ja. En wat zou jij zeggen? Ik in Turkije. Ik vertrouw dat in Nederland niet. Ik heb het heel veel fout zien gaan. Echt heel veel. In Nederland vaker dan in Turkije? Ook bij hele grote influencers die bij klinieken kwamen. En dan zou je denken, dan zou dat echt wel goed gaan. Nee, die kwamen bij ons alles oplossen. En ik snap wat jij bedoelt hoor. Ik snap het heel goed, want dit krijg ik natuurlijk dagelijks. Ja. Mensen die mij benaderen en dan zeggen van, ja, maar ik hoor toch ook dit en dit. Dan komen ze bij ons en dan zeggen ze, dit is zo raar. Het is een wereld van verschil. Nou, ik verander mijn mening hier niet over. Ga een week met me mee en je gaat het zien. Echt, het is echt anders dan wat er allemaal in de media wordt gezegd. De media is daarbij ook van het opblazen. We hebben excuses gehad van echt grote mediabronnen die ook shit geven, onze naam erbij vermelden, dat we zeiden,
Ja. Kom je daarbij? Nou, volgens mij is de arts klaar ervoor. Ja, dus, ik denk dat ze naar binnen kunnen gaan. We hebben al gemeten, gewoon? Ja, tuurlijk. Ja, waarom niet? Ben ik wel heel benieuwd. Bij mij mag je alles zien. Nou, niet alles? Nou, we gaan er vandaag een botoxbehandeling doen bij jou, hè? Ja. Gaat allemaal spreken. Mooi bij jou is natuurlijk om de frons te doen. Kijk, ze is heel boos. Kijk, daar zit hij. Mm-hmm. Een beetje een omega-fronsje als je zo kijkt, hè? Dus als je heel boos kijkt, dan komt deze middelste spier een beetje omhoog. Dat, nog eens een keer. Dat hoort toch ook? Ja, 1 op de 100 mensen hebben dat. Oh mijn god, dan denk ik alleen aan boter. Dus je hebt iets unieks. Jij ook. Oh, heb ik iets unieks? Ja. En dat van mezelf. Ja, kun je nagaan. Dat is niet eens gekocht. Vind jij dan dat hij dit echt nodig heeft? Of nee. Doe je het gewoon on request? Nou, on request. Kijk, als het in mijn morele tegenstrijd is, dan ga ik het natuurlijk niet doen. Maar nou goed, ja, we zien dat het bij hem allemaal wel in ieder geval een verbetering is. Laat ik het zo zeggen. En hij durft het niet te zeggen, maar wat zou jij ons aanraden om te doen? Wat ik zou adviseren is misschien de zijkanten van jouw wenkbrauwen iets te liften. Ja, dat is wel heel mooi om te doen. En ik zou zeker adviseren om iets aan de huid te gaan doen. Huidverzorgende... dat is niet eens botox. Ja, meid. Nee, maar je hebt een onrustige huid. En dat is iets wat ik zie, maar je bent hartstikke jong nog. Dus de huid die reageert sowieso nog op hormonale schommelingen. Ja. Maar het is denk ik mooi om over na te denken om misschien met of antibiotica of met andere medicatie om je huid iets rustiger te maken. Oké, nou dan kom ik er nog goed mee weg. Maar wacht even, hij hoeft dus niks te laten doen, zeg je? Even accepteer het gewoon deze keer. Gewoon innen. Nee, ziet hij de hoek van de spieren? Kijk eens, heel verbaasd. En? Veel stippen? Ja, dat worden behoorlijk wat injecties. Ik ga even niet kijken. Ah. Kijk wel. En het voelt een beetje pitserig, hè? Alsof je een puistje uitknijpt. De eerste keer dat je kwam, was je ook al zo relaxed. Ja, ik ben altijd heel relaxed. Weet je wat, als ik nu oud zou gaan, dan is mijn lichaam eventjes... Dan ga ik oud, ja. Zo. Ja, en heb je wel eens gehad dat je iets had laten doen dat je dacht van, man, toch niet helemaal zoals ik wil? Ja, ik heb wel eens een filler, mijn lip te veel. En dat ik dan dacht, oh, wat is dit nou weer? Maar dat doe ik al 2 jaar niet meer. Maar je lippen zijn nog wel echt duidelijk gefillerd. Ja, moet je nagaan hoeveel erin zat. Zeg maar, waarom ben je dan gestopt met je lippen opvullen? Omdat ik het op een gegeven moment zelf niet meer zag. Mijn vriendinnen zeiden op een gegeven moment tegen mij, Mel, die lippen, het lijkt wel zo'n kont van een baviaan. Jullie krijgen de lippen van mij. Wow. Waarschijnlijk zien heel veel mensen deze aflevering en denken ze... Bullshit, waarom moet zo'n jongen nou aan de botox? Maar hé, ik heb straks geen rimpels, hè, op mijn 35. Zij hebben straks de groeven, dat ik ken heel de Maas in lopen. Dus, weet je, dat is het verschil. Ja. Maar ben je dan aan de andere kant niet bang dat je, zeg maar, Marijke Helwegen bad gaat? Ik ga niet zo eruit zien, nee, mag het lijven niet, nee. Waar ga je hem zetten? Hetzelfde plekje als waar Melanie werd. En wat, oh my god. Zo, bij jou is die ook wel heel heftig. Nou, mag je weer ontspannen? Komt ie, hè? Nee. Wel? Oké, 3, 2, 1. Oh my god. Nee, stop! Stop! Nee! Oh, oh my god, ik wilde het niet! Stel je even niet zo aan, Nou jongens, wat een verhaal. Inderdaad. Ik kan mijn gezicht niet meer bewegen, maar ik ben emotioneel ervan. Ik vond het wel heel interessant wat Melle ons allemaal verteld heeft. Dit was de aflevering van deze keer. Vergeet ook zeker niet te liken en te abonneren. En dan zien we jullie heel graag terug in de volgende aflevering.